Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Profile. Ons gast van vandaag, Demi Dizeel, kwam onder andere uit voor AZ, Ajax en Spartak Moskou. En ook nog 27 keer voor het Nederlands elftal. En momenteel scoort hij vooral met mode- en lifestyle-merk Baller. Demi, welkom. Eventjes voor de duidelijkheid, ben je nu een ex-voetballer of nog steeds een voetballer? Want op je LinkedIn zie ik dat je nog steeds als speler van het Nederlands elftal staat. Nee, ik ben eigenlijk wel ex-voetballer. Ik denk dat ik die keuze inmiddels wel... kan bevestigen. Ja, ook als er een club komt uit Amerika waar altijd nog een beetje je droom was, dan zeg je... Ja, dat was wel een droom en ik zou echt nog heel graag willen, maar ik heb eigenlijk gewoon de tijd er niet meer voor. Dus nee. Dan moet je denk ik wel zo eerlijk zijn en zo fit ben ik ook niet meer. Dus dat, dus ik denk dat ik gewoon nu moet zeggen van ik ben wel echt gestopt, ja. Oké, nou dan kunnen we ook vast even terugblikken. Wat was nou je sportieve hoogtepunt? Ja, dat is lastig, want ik heb natuurlijk op het WK gespeeld. Daar speelde ik halve finale, dat was echt een hoogtepunt. Alleen ik kreeg een hele nare ervaring met een schop in mijn gezicht. Dat echt, waar ik heel veel last van heb gehad. En daarom vind ik het altijd moeilijk om dat het hoogtepunt te zeggen. Ja. Maar het is wel, ja, je speelt wel op een WK voor je land. En hoger dan dat is er niet. Ja, de finale spelen en winnen. Maar ik was heel dichtbij. Maar ik denk dat met Ajax kampioen worden, dat ook wel echt een hoogtepunt was, die 30ste landstitel. Ja, je hebt in elk geval wel nieuwe tanden overgehouden aan het WK. Ja, ja, dat klopt. Nou, het ziet er goed uit. En is er een moment in je zakelijke leven dat eigenlijk een beetje gelijk staat aan de euforie van het winnen van een voetbalwedstrijd? Nee, eigenlijk niet. Nee. Zakelijk is het toch allemaal wat gemoedelijker en... Ja, je hebt niet zo snel de euforie als bij een doelpunt maken of een vol stadion een goede slijding maken of een tackle. Dat gevoel mis je wel, maar het is wel op een andere manier krijg je voldoening. Ja, er zijn natuurlijk een heleboel topsporters die toch een beetje in een zwart gat vallen op het moment dat ze in jouw geval de kiksen aan de wilgen hangen. Hè? Ja. Een hoop belanden op de bank bij de psychiater. Is dat nog iets wat jij hebt door? Nee, ik ben eigenlijk vanaf de een of andere dag eigenlijk ingerold. Eerst was ik nog wel aan het trainen, toen was ik daarnaast zakelijk bezig. En op een gegeven moment werd het trainen minder en het zakelijk werd steeds meer. En uiteindelijk werd het gewoon een fulltime baan eigenlijk. En ik ben nu drukker dan ooit eigenlijk. Ik ben vaker van huis. En ik heb niet het gevoel dat ik nu in een zwart gat ben beland of zo. Ik doe wat ik heel erg leuk vind en dat doe ik elke dag met plezier. En ik heb niet het gevoel dat ik echt... met iemand moet gaan praten over mijn carrière. Ja, gelukkig. Dat voetballen heeft je natuurlijk een vermogend man gemaakt. Hè? Laten we even spelen alsof we hier bij MTV Cribs zitten. We lopen door de garage een van jouw huizen binnen. Wat zien we dan allemaal in die garage staan? Niet heel veel. Mijn vriendin rijdt een Range Rover, ik rijd een Bentley. En dat is het eigenlijk. We hebben niet... Ik hou wel van mooie spullen, maar het is meer mooie kleding, lekkere vakanties, lekker eten. Daar eigenlijk meer waarde aan dan echt alleen maar merkkleding. En als je nou in die Bentley rijdt, word je dan vaak door de politie staande gehouden die denkt van... Ik nooit. Ik was toevallig gisteren stond een politieauto. Die stond zo uitdaging van ik ga mensen aanhouden en ik mocht gewoon doorrijden. En ik heb eigenlijk nooit dat ik zomaar aangehouden word. En ik heb nu een hele baller wrap op mijn auto, dus hij valt nu nog meer op. Maar... Nee, ik heb eigenlijk nooit last van dat ik aangehouden word. Nee. Nou begon je ondernemerscarrière eigenlijk al tijdens je actieve loopbaan als voetballer. Hè? Ik denk altijd, als ik aan voetballers denk in de rust, die zitten een beetje te kaarten, een beetje te playstationen. Deed jij dat allemaal niet? Nee, sowieso kaarten niet en playstation eigenlijk ook niet. Ik ben gisteren toevallig op een toernooi geweest, maar nee, ik vind niks playstation en kaarten eigenlijk ook niet. Ik las liever boeken of gewoon op internet, social media. Was je wel een beetje buitenbeentje in de kleedkamer, denk ik, of niet? Nou, dat valt nog mee. Je ziet wel dat er nu meer verschuiving is van de oudere garde naar de jongere. Jongens die eigenlijk amper meer kaarten, die nemen niet meer kaarten mee. En je hebt soms nog wel eens jongen die willen geforceerd kaarten met jonge jongens. Maar na een half uurtje is het alweer klaar. Dan pakken ze toch weer een telefoon. En ik denk dat het een hele andere generatie is. Ja. En even over de ijdelheid van voetballers. Hè. Stel dan dat jij met een nieuw kalfslederen jackie de kleedkamer in kwam. Ging dan iedereen gelijk aan het stofje voelen? En... Nee, dat valt wel mee. Maar als een kledingstuk heel slecht was, dan werden er wel grappen uitgehaald. En ik weet nog goed dat een keer een voetballer bij IJzer kwam met een wit t-shirt. Spierwit t-shirt. En we moesten altijd handtekening op shirt zetten. Dan hadden we een t-shirt gewoon op het ding gelegd, op de...
of zeg maar op de bank. Het ging iedereen zijn handtekening opzetten. Terwijl het echt een nieuw shirt van een paar honderd euro was. Dat was wel grappig. Ja, ja. Maar voetballers zijn wel ijdel, ja. Maar ja, ze zijn ook wel veel. Ja, ze kopiëren elkaar ook veel. Ja, ja, ja. Want even over jouw zakelijke imperium. Want dat is meer dan Baller alleen, hè? Ja. Vertel eens, hoe ziet het eruit? Eigenlijk parallel aan Baller heb ik eigenlijk. Samen met een andere jongen en mijn partners hebben we 4-3 gestart. Dat is het, ja, denk ik inmiddels het grootste social media voetbalkanaal ter wereld. We hebben totaal ongeveer 15 miljoen volgers op Instagram. En we hebben nu ongeveer rond de 120 page views per week. Allemaal. Dus ja, dat zijn ja, bijna een groter aantal dan je hier bij RTL ziet. Alleen door het succes van Baller zijn we eigenlijk amper aan toegekomen om 4-3 echt een bedrijf van te maken. We hebben wel een app die al meer dan 1 miljoen keer gedownload is, maar echt een bedrijf hebben we nog niet van gemaakt. Omdat ja, we zijn zo druk met Baller dat we daar nog niet echt aan toe zijn gekomen. Maar dat wordt wel ja, de volgende stap om daar ook echt serieus een bedrijf van te maken. Als je ja, zulke aantallen hebt aan, qua views, dan, ja, dan ben je misschien wel een van de grootste in Europa van de wereld qua page views. En daar gaan we dus nu mee aan de slag. En met Baller ja, groeien we gewoon heel erg hard. We gaan nu 1 november een winkel openen in de Kalverstraat. En dat gaat heel erg goed allemaal. En er komen deze week waarschijnlijk weer 10 personeelsleden bij. En dan zitten we, ja, gaan we in ieder geval boven de 50 man in 3 jaar tijd. Dus dat gaat heel erg goed. Ja, ongelooflijk, hè? En daarnaast heb ik nog Warners. Misschien ken je nog van vroeger, van Winston. Dat zijn we ook ja, nu de eigenaar van. Daar beheren we alle rechten van wereldwijd. Maar ja, eigenlijk alle aandacht gaat nu naar Baller. En ja, met OneHeads hebben we ook nog wel veel volgers op Instagram. Maar ja, daar kunnen we ook nog zoveel meer doen. Alleen, ja, je moet eenmaal ergens je tijd in stoppen. En dat is nu Baller. Ja, 15 miljoen volgers op Instagram, hè, als je het allemaal bij elkaar optelt. Ja. Volgens mij is dat ook een belangrijke factor voor het succes van Baller, of niet? Ja, ik denk wel de grootste factor. We hebben natuurlijk ook Twitter, Facebook. We hebben met Snapchat hebben we dingen gedaan. Maar Instagram is wel echt ja, de allergrootste, maar ook wel gevaarlijk. Want we hebben een aantal keer gemerkt dat ze hun algoritme gaan veranderen. En dan heb je ineens van bijvoorbeeld 10.000 likes, heb je ineens 5.000 likes. En ja, ja. Ja, dat is wel iets waar we ja, wel een beetje bang voor zijn. Dat Instagram op de een of andere dag zegt van ja, we gaan iets helemaal anders doen. En daardoor zijn we nu ook wat kijken om inderdaad in de retail te gaan. Om daar toch ja, niet alleen maar afhankelijk van social media te zijn. En ja, we willen ook misschien wel wat meer de, ja, de traditionele media gaan opzoeken. Omdat ja, je kan niet afhankelijk zijn van één medium. Als je ziet bijvoorbeeld MySpace of Hives, die er al niet meer zijn. En dan denk je niet dat het met Instagram zal gebeuren, maar ja, je moet toch wel je risico verspreiden. Ja, want omschrijf het merk Baller is, wat is het? Ja, ik denk, we zijn een lifestyle merk. We zijn niet zozeer een fashion merk. Ja, we verkopen natuurlijk t-shirts en tassen, maar we verkopen ook Rolexen. Ik heb van de week een boot gekocht van 12 meter die Baller wordt. En ja, ik heb mijn auto nu Baller gewerpt. En we verkopen veel meer een lifestyle van een succesvolle jongen die, ja, die hard werkt voor zijn eigen, ja, eigen toekomst eigenlijk. En dat zijn voetballers, dat zijn DJ's, dat zijn zakenjongens, dat zijn modellen, bloggers, noem maar op. En ja, dat, die levensstijl, dat reizen, de mooie hotels, de mooie mensen en de nieuwste gadgets, de nieuwste sneakers, dat, dat willen we in Baller gieten. En daardoor hebben we eigenlijk voor ieder uitje of ieder ding wat je op een dag gaat doen, heb je eigenlijk wel de mogelijkheid om een Baller-product mee te nemen. Ja, en de meeste producten die mij dan opvallen gewoon in de straat zijn die t-shirts met die enorme logo's erop, hè, met ja. Baller. Zijn dat dan de mensen die eigenlijk dromen van die ideale wereld die op Instagram geschetst wordt met mooie ogen? Ja, dat denk ik wel. Dat zijn toch de jongens die opkijken tegen influencers, tegen voetballers, DJ's en noem maar op. En ja, daar kijken hun tegen op. En ja, bijvoorbeeld wat ik nu aan heb is ook allemaal Ballers. Een broek, een trui en een jasje. Maar daar zie je niet groot op staan. Maar het is ook Baller. En ja, we hebben eigenlijk 2 doelgroepen. 1 is waar groot natuurlijk Baller op staat. Dat zijn de, ja, de wat goedkopere artikelen. En ja, waar het niet zo groot op staat, dat zijn duurde artikelen. En die verkopen we net zo goed, alleen in minder, ja, minder aantal als de, waar groot Baller op staat. Ja, want jullie hebben een aantal hele bekende ambassadeurs. Nou ja, die zijn al DJ's, hè, Chesto, Hardwell, ja. Maar ook ja, wereldberoemde voetballers. Ja. Moet je die betalen eigenlijk om in die spulletjes te lopen? Nee, we betalen niemand, dat hebben we nooit gedaan. Alleen
ja, we hebben natuurlijk veel voetballers die ook contract hebben met andere grote merken. En ja, die jongens vragen vaak, kunnen jullie de dingen opsturen? En wij zeggen dan altijd van, ja, we kunnen het opsturen, maar alsjeblieft post niet voor ons, want dan krijgen wij weer problemen. En ja, we zijn nu ook naar andere DJ's. Waarom krijg je dan problemen? Ja, omdat die jongens toch, die worden flink betaald door andere merken. En ja, ja, wij zijn geen concurrentie van die andere sportmerken. Dat willen we ook helemaal niet zijn. We willen echt onze eigen merk zijn. En ja, we worden vaak vergelijken met die grote sportmerken, maar dat willen we helemaal niet zijn. Dus het is eigenlijk een pure vriendendienst? Ja, omdat het gewoon ons netwerk is en dan heeft één speler het dan zelf gekocht en dan komt iemand anders van, hey Demi, ik heb gezien dat die jongen in mijn team het heeft, ik wil het graag ook hebben. Ja, ja. Kan je wat opsturen? En dan zeggen we, ja, we kunnen wel wat opsturen, dat is geen probleem. Maar dan denk je niet van, jij verdient 3 miljoen per jaar, koop het zelf lekker? Nou, ik ben zelf ook zo, ik weet zelf ook hoe dat gaat. Hoe bekender, hoe meer bereik je hebt, hoe minder je hoeft te betalen voor alles. En ja, zo werkt het gewoon in de wereld. En ja, dat is soms wel eens vervelend voor mensen, maar ja, dat is toch eenmaal hoe het werkt. Ja, ik zat natuurlijk ook even naar jouw Instagram-account te kijken en dan scroll je daar een beetje doorheen en dan zie je dus inderdaad die feesten en die auto's en wat ik het allemaal. En dan kom je op een gegeven moment ook een foto tegen van een stel Adidas sneakers. Wat vang je daar nou voor? Niks. Ik vind ze gewoon mooi. Ik krijg ze gewoon. En waarschijnlijk stond er wel dat ik een winkel moest bedanken waar ik ze had gegeven, omdat die heel exclusief was. Maar ja, ik denk dat ook wel een van de successen is waarom ballen zo populair is. Want wij, als je onze Instagram ziet, het is niet alleen maar ballen. En als je bijvoorbeeld de andere grote merken ziet, alles, bijvoorbeeld alles Louis Vuitton, alles is Gucci op die social media. En bij ons hier ballen met Adidas, alle ballen met Nike, met andere merken. En je draagt niet alleen maar één merk. En ja, dat is denk ik ook waarom wij heel veel combineren met andere merken. En dat je gewoon laat zien, ja, dit is hoe je echt naar buiten gaat. Je gaat niet alleen maar in Nike schoenen, Nike broek, Nike petje, noem maar op. Zo gaat niemand meer naar buiten tegenwoordig. Nee, nee. En nu doe je dit samen met onder andere twee andere bekende voetballers. Hè? Ja. Gregory van der Wiel en hoe spreek je dat? Elia. Ja, excuus. Ja, mijn voetbalkennis is niet zo heel groot. Dus dat betekent dat je nog een heel mooi actueel netwerk hebt onder die spelers. Als deze twee jongens nou ook afzwaaien, heb je dan eigenlijk weer nieuwe kracht nodig om ervoor te zorgen dat je feeling houdt met de mannen in de kleedkamers? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat we al zo'n groot netwerk hebben dat we ja, daar wel zonder kunnen. En met 4-3 hebben we eigenlijk ook beschikking tot bijna alle spelers, alle voetballers in de wereld, van Ronaldo, Messi, noem maar op, die volgen 4-3 allemaal. En ja, dan is het gewoon heel makkelijk een linkje leggen van hey, wij zijn ook eigenaar van ballen, willen jullie ook wat hebben? Of ja, het is toch allemaal een beetje netwerken, elkaar helpen met de merken. En ja, dat is wat we heel goed doen, denk ik. Ja. Wat me ook opviel is dat zelfs je hond een Instagram-account heeft. Ja, mijn hond met mijn dochtertje. Dat is eigenlijk een beetje toeval, omdat wij als we met die hond ergens zijn, krijgt hij zoveel aandacht. En mijn dochter eigenlijk ook. En die krijgt inmiddels ook heel veel opgestuurd door haar Instagram-account. Maar we zijn nu wel wat minder aan het doen, omdat we zelf heel erg druk zijn. En we hebben niet echt altijd tijd om haar te filmen. En, maar het is met social media kan je gewoon heel veel bereiken als je het weet op welke manier je het moet gebruiken. Ja. Wat is nou eigenlijk jouw rol binnen Baller? Ik ben verantwoordelijk voor de design van de kleding, de samenwerking. We gaan bijvoorbeeld 19 oktober met Hardwell een DJ-tas lanceren, de ultieme DJ-tas. Dat heb ik dan ook gefixt samen met hem en zijn management. En ja, dan gaan mijn andere partners gaan dan echt inhoudelijk de contracten in. Maar ik regel zeg maar meer het eerste aanzet. En ja, denk de creatieve dingen, dat bepaal ik het meeste, denk ik. De designs van de t-shirts, de winkelinrichting, hoe komt dat eruit te zien? En ja, dat soort dingen, meer de creatieve kant eigenlijk. Ja, een winkel in de Kalverstraat, dat lijkt me best wel een groot risico, of niet? Ja, we zouden eigenlijk een pop-up gaan doen van een week en we eindigen met een contract van 2 jaar. Maar goed onderhandeld door de tegenpartij. Ja, inderdaad. Ja. Nee, maar ik denk wel dat dat ons merk er klaar voor is. We krijgen heel veel aanvragen van waar in welke winkel we liggen. Er worden heel veel nagemaakt, waardoor mensen waarschijnlijk dat het online kopen misschien net een stap te ver is. En daarnaast hebben we producten die gewoon heel erg prijzig zijn. Die wil je eigenlijk voelen en zien en aanraken. En ja, dat kan online kan dat niet. En daardoor denk ik dat een winkel wel echt een logische stap voor ons. En dat we ook echt aan toe waren. Want online zijn we al zo hard gegroeid. Maar nu wil je ook eigenlijk die mensen ook in je winkel laten zien. En
ja, laten zien wat echt het beleven van ballen is. En maar je kan toch ook een rekje vol met kleren naar de Bijenkorf sturen, dat mensen daar kunnen voelen? Ja, maar dan mis je wel de beleving. En denk nu met een eigen winkel, dan, ja, dan krijg je nog meer de beleving. En dan krijgen ze misschien nog meer waardering voor het merk. En ja, dat is wel het stapje wat we willen brengen. En ja, dat gaan we zeker op een hele leuke manier doen, anders dan andere winkels. Ja, nou hebben voetballers in zaken eigenlijk best wel een slechte, is eigenlijk best wel een slechte combinatie. Hè? Heel veel van die jongens die starten ooit een kledingmerk en dan hoor je er ook meer wat van. Wat maakt nou het verschil met baller dat dit wel toekomstbestendig is? Omdat ze een heel goed team hebben. Ook de andere twee partners, Hugh Mannes en Ralf de Geus, die zijn elke dag bij betrokken. We hebben soms tot 1 uur 's nachts nog WhatsApp gesprekken van dit moet gebeuren of dat moet gebeuren. En ja, ik ben er zelf bij. En de meeste voetballers die een merk zijn gestart, die hebben hun naam en hun geld gegeven aan iemand die zei dat hij het voor hun zou gaan fixen. En ja, dat is eigenlijk volgens mij 9 van de 10 keer het geval waarom het niet loopt. Ja, dezelfde vingers aan de knoppen houden. Ja, ik ben echt met elk detail ben ik bijna betrokken. En ja, dat vind ik ook belangrijk, omdat ik ook wil weten wat er gebeurt in het bedrijf. En ja, daarnaast denk ik dat het team dat we hebben met die andere twee partners, dat het gewoon heel goed klikt. En toch vertelde je net dat je verrast was dat je opeens 2 jaar aan de winkel vast zat, terwijl je dacht dat het maar een weekje zou zijn. Ja, nou, ik was niet helemaal verrast, want ik ben degene die eigenlijk al langer zegt, we moeten echt naar een winkel toe. Want ik reis veel en als je dan in boutiques komt in andere steden, dan denk je toch, ja, zo'n kledingstuk is toch wel mooier dan dat je het online ziet. En mijn andere twee partners die waren niet zo huiverig erop, maar ja, na het winkelpand heb ik ze toch kunnen overtuigen om toch wel echt serieuze stap te gaan maken. En ja, ik denk nu dat het wel, vooral de eerste dagen wel echt een gekhuis voor de winkel wordt. Ga je er zelf in staan? Ik zal wel veel betrokken zijn, omdat we ook heel veel events willen gaan doen. We hebben veel partnerships. Bijvoorbeeld met Samsung hebben we weer een partnership voor een nieuwe S3 horloge die we gaan lanceren in de winkel. En ja, met Hartwell dan. En ja, we willen gewoon heel veel events in de winkel plannen om mensen maar naar de winkel te trekken. En meet and greets, speciale lancering van t-shirts. En ja, ik denk dat we daarin wel wat anders brengen dan de gewone winkels in de Kalfstraat. Dat bij ons wel echt een happening zal zijn. En dat andere winkeliers dat waarschijnlijk ook wel kunnen waarderen. Ja, snap ik. En is dat een eerste stap naar een keten van winkels? Hoe zie je dat voor je? Ja, ik denk het wel. We worden echt aan uit alle kanten van de wereld wordt echt aan ons getrokken. Van Dubai, Kuwait ben ik geweest laatst nog. New York, noem maar op. Echt. In alle landen willen ze ons eigenlijk verkopen, alleen we hebben het eigenlijk altijd afgehouden. Maar ja, wie weet als het met zo'n winkel dat je wel een franchise concept kan bedenken, waardoor misschien wel zegt, ga maar in New York een winkel openen. En dat is wel een volgende stap en ja, wie weet hoe snel dat gaat. En een verbreding van het merk, want ik heb wel eens gelezen dat je ook graag toe wil naar clubs en hotels. En ja, we verkopen echt een lifestyle. Ik heb vorige week een boot gekocht. En, wat voor een trouwens? Een Vanquish, die gaat liggen in Ibiza, een 12 meter waar 12 mensen op kunnen. En die wordt helemaal ballen branded en die gaan we gewoon verhuren in Ibiza. En dat is denk ik ook weer goede marketing. Er komen veel celebrities, influencers in Ibiza die we op onze boot kunnen laten varen. En dat is weer een nieuw marketingmiddel. En ik denk in de toekomst zie ik wel eens dat we inderdaad een hotel gaan openen of een restaurant of een hamburgerballenbar. We kunnen alle kanten op. En daarom zijn we ook niet, als mensen vragen wat zijn jullie van mij, ik zeg we zijn geen fashionmerk, we zijn echt een lifestyle brand. En dat willen we ook zo zijn. Doe je ook wel handig, vind ik. Want dan koop je een boot op Ibiza, hè, dat rep je in Ballard. Terwijl je hebt zelf ook een huis op Ibiza. Je gaat natuurlijk het grootste deel van de tijd met dat ding varen. Nou, ik moet nog een vaarbewijs halen. Zaak. Nou, niet op kosten. Het gaat wel echt om te verhuren. Maar die boot gaat ook gewoon online op de website. En ja, wie weet verkopen door je eentje. En dat is uiteindelijk draait alles om marketing. En wij verkopen dezelfde materialen als de grote merken die in de PC liggen. En dezelfde fabriek, dezelfde handjes werken aan dezelfde tas. Alleen hun vragen nog meer geld ervoor als dat wij dat doen. Terwijl in principe hetzelfde, wat ik zeg, dezelfde handjes zijn. Alleen hun hebben een andere manier van hun bedrijf neerzetten. Dat is nog luxe als dat wij zijn. En daardoor kunnen ze ook meer geld vragen. Ja, en dan zei ik al, mij vallen het meest de t-shirts op. En de petjes trouwens ook, zie je ook veel. Ik geloof een t-shirt in de winkel, wat kost dat? 80 euro geloof ik? 75 euro. 75, best veel geld voor een t-shirt eigenlijk, hè? Ja, maar je hebt ook t-shirts van andere merken. Die kosten boven de 1000 euro, terwijl het ook gewoon een t-shirt is. En
ja, dat is allemaal marketing. Alles draait om de marketing wat je eromheen draait. En je had een t-shirt ook voor 10 euro kunnen verkopen, dan had je ook nog marge gemaakt. En ja, een tas kan je ook voor veel minder verkopen. Maar het gaat uiteindelijk om de branding, de marketing, het gevoel wat je mensen geeft als ze een t-shirt kopen. En bij ons komt alles in een mooie doos. En ja, als er wat is, dan kan het gelijk terug. En dat is allemaal service en marketing eigenlijk. Ja, en hoe groot is de kick als je iemand in het wild ziet lopen met een short van jou? Ja, heel erg mooi. Het begint nu wel te wennen, omdat ik ze echt overal zie. Ik had gisteren een FIFA-toernooi en dan zag ik, er waren denk ik 60 man binnen. En ik denk dat er 10 iets van ballen aan hadden. En ja, dat is wel grappig. Maar ik weet nog goed, de eerste keer was denk ik dat we 3 maanden bestonden. Was ik in Dubai op vakantie en toen kwam ik een jongen tegen met een petje op. En die was niet eens een Nederlandse jongen. En die had een petje op, dat vond ik wel, wel grappig om te zien. Ja, en dan stap je erop af en dan denkt hij... Ik heb wel een foto gemaakt, ja, inderdaad. En bij Hartwell in de zomer was een jongen uit India, geloof ik, dat had ook een petje en een t-shirt op. En die herkende hem ook als de eigenaar van Baller. En dat was wel, dat was wel grappig om te zien. Ja, maar inmiddels begint het een beetje... Ja, het wordt wel een beetje... het is natuurlijk wel leuk om te zien, maar het is wel... je ziet het steeds meer. En dat is wel, denk ik, een verdienste van ons team dat je zo snel groeit. En toch nog wereldkampioen eigenlijk, hè? Ja, we hebben nog een hele weg te gaan. We zijn in Nederland wel bekend, maar de rest van de wereld kent niemand ons eigenlijk nog. Nog niet. Okay. Nog niet. Demi, dankjewel. Leuk dat je er was. Wilt u meer interviews zien? Surf dan naar 7ditches.tv.